Iedereen die Engels spreekt kan nu weggaan, want die heeft er niets aan. Ik spreek u vanavond toe onder mijn pseudoniem Henry van Santen. Urbi et Orbi. Ik vind het een hele onaangename positie dat mensen opeens tegen mij opkijken, dus ik ga daar iets aan doen. Goed, er werd mij door de organisatie gevraagd om hedenavond wat voor u te schelden. Ik ben wel in de stemming om een beetje slow motion te schelden vanavond. En zal mijn uiterste best doen om in de camera te kijken. Tegen de tijd. Het thema stemt wat filosofisch en nodigt uit tot een domineestoon. Die zal ik ook proberen te vermijden. Maar tegen de tijd, ik snap het niet helemaal, want als je tegen de tijd bent, dan zou je dus voor de vernietiging van alle existentie zijn. En dan zou je met jezelf moeten beginnen en dus als enige statement kunnen maken, zelfmoord. Dat is het dus niet. Tegen de tijd als nu, ten opzichte van vroeger, dan gaat het ervan uit dat tijd iets lineairs is. En dat is het niet. Tijd is concentrisch. Geschiedenis bestaat ook niet in die zin. Het is een seconde die zich alsmaar herhaalt. En in die ene seconde voltrekt zich alles. In iedere seconde nu voltrekt zich een volledig mensenleven, verspreid over miljoenen mensen. Er wordt niet iemand geboren, gaat niemand dood en alles wat ertussen zit, wordt door andere mensen beleefd. En als men mij vraagt tegen deze tijd, dan zeg ik nee. Deze tijd is prachtig. Dit is de mooiste tijd die je kunt voorstellen. Vooral in Nederland. En waarom? Omdat deze tijd zo leugenachtig is dat die weer waar wordt. We leven in een volstrekt ware tijd. De tijd van de façades, maar die façades zijn zo doorzichtig dat het weer een démasqué wordt. We leven in een hoopvolle tijd, want de politiek laat eindelijk zijn ware gezicht zien. Bijvoorbeeld, de macht omhelst de massa. We hebben geen romantische helden meer nodig zoals een kunstschilder genaamd Adolf H. We hebben geen enthousiasme meer nodig om met bepaalde passen door straten te lopen. Want de massa is de held. En de domheid is tot heldendaad verheven. En we hebben ook geen kampen meer nodig om de uitzonderingen uit te roeien, want dat gaat vanzelf verdwijnen. Daarom leven we in een fantastische tijd die volstrekt democratisch is. Punt 1. Wat ook heel aardig is, is dat we in een tijd leven waarin de tijd zichzelf heeft opgeheven en zich van zichzelf heeft losgezongen. Want wij leven in één grote filmset. En binnenkort hebben we ook geen last meer van de natuur, dus dat is allemaal goed geregeld. Want het axioma, ik denk dus ik ben, onzin. Ik ben op televisie, dus ik ben. Daar gaat het om. Maar ik moest schelden, dus ja, een anekdote bijvoorbeeld. Wat mij erg irriteert is, het zijn die mensen die het nodig vinden om aan de mode mee te doen, om van die luchtjes op te doen, die ontzettend sterk ruiken, en dat is dan omdat ze lekker willen ruiken. En het doet mij denken aan een soort chemische zweet die uit oksels is geschraapt waar regelmatig sigarettenpeuk in uit worden gedrukt. Die lucht, dat irriteert mij. Er zijn natuurlijk wel wat dingen nog te bedenken om je werkelijk over op te winden. Het Amerikanisme bijvoorbeeld. Ik was gisteren bijvoorbeeld bij de Oestergroep en ik zag het voor het eerst van mijn leven, de Oestergroep. Schijnt een must te zijn. Maar ik vond het dodelijk saai, omdat het nou typisch Amerikaans was. En ik vind het Amerikaans dus het meest geniaal, het kwadraat van wat deze tijd zo democratisch maakt. Namelijk, wij hebben geen hiernamaals meer. Het hiernamaals is al aanwezig en dat is Amerika. Dat is het reservaat van de zombies. Een Amerikaan die leeft niet.
Maar die speelt alles na wat hij gezien heeft op televisie. Ik heb Lab Day gezien, Lab Day. En dat was natuurlijk heel aangrijpend, heel therapeutisch toneel. Maar ook daarin zie je dat al die emoties, dat zijn dingen die ze gezien hebben. En daar hoort een bepaalde intonatie bij en een bepaalde manier van doen. En dat is het dus. Kortom, die mensen zijn al in het hiernamaals. Ja. Yeah. Het gaat gewoon nog iets te snel. Amerika. Ja, ik zou graag eigenlijk vanavond het initiatief willen nemen om een fonds op te richten om een privé-atoomoorlog te beginnen tegen Amerika. Want ik vind het, wat dat betreft, oneerlijk verdeeld. Want, ja, kijk, het spelletje van geld is macht. En slaven zijn steeds meer slaven. Daarom dat we dus in een hele eerlijke, democratische, open tijd leven. Alle leugens verdwijnen. We gaan weer terug naar een stenen tijdperk. Het gaat om overleven. Leven het overleven. En dan hebben we ook nog 1 minuut stilte voor alle scheldredes die in de diepste stilte zijn uitgesproken en nooit gehoord. Dank u wel.